degradatieduel ontlopen. Dat is het doel voor Oranje op dag 3 van de Fed Cup in Eilat. Nederland moet daarvoor op deze baan winnen van Portugal, met als eerste in actie Bibiane Schoofs. Dit is het talent tegenover haar, de 19-jarige Maria Kuller. Schoof speelt haar vijfde partij in 3 dagen en gaat opnieuw diep. Kuller wint de eerste set met 7-5, maar het verschil is klein. Ook de tweede set is een boeiend gevecht. De reserves van Schoofs raken op, maar al vechtend gaat ze toch naar 6-4. In de derde set schakelt Kuller nog een tandje bij en dan heeft Schoofs het nakijken. Na een lange serie winners is het met 6-2 gedaan. Het is nooit leuk om te verliezen, maar ik merkte gewoon, mijn lichaam wilde vandaag niet. En ik heb gewoon alles, ja, puur op vechtlust en wilskracht. Ik kan zien, ik ga je gewoon dood op die baan, maakt me niks uit. Ik ga gewoon alles proberen. Hek gedaan, mij speelde gewoon beter uiteindelijk. Nou oké, zij heeft goed gespeeld, credits aan haar. Dan de twee kopvrouwen, Michaela Krajicek voor Oranje en Larche de Brito voor Portugal. Krajicek doet in de eerste set niet mee aan de wedstrijd. In praktisch iedere rally komt ze tekort. Dan set 2, daarin begint Krajicek beter. Maar het blijft bij een korte opleving. Portugal verliest maar 2 games en verslaat Nederland al na 2 duels. Ja, ik denk toch dat het gewoon mijn dag niet was vandaag. Ik heb mijn best gedaan eigenlijk en de score klinkt heel hard. Maar ja, het zat er gewoon niet in vandaag. Eigenlijk niks liep echt zoals ik het zou willen, maar ik heb toch nog geknokt en ja, helaas. Grote teleurstelling lijkt me dit verlies. Ja, dat klopt. Op papier was Portugal de slechtste van onze groep. Alleen ja, dat meisje waar Bibiane tegen speelde, zeg ook mijn meiden, ja, die speelde de wedstrijd van haar leven. Die speelde echt goed. Bibiane heeft ook gevochten en erg goed gespeeld. Daar kom je 1-0 achter en toen moest Misha de baan op. Nou ja, goed, gisteren ook niet lekker gespeeld en erg onzeker. Ja, en haar tegenstander speelde gewoon goed en ja, ze zijn 6-2. Dat is natuurlijk wel een tegenvaller. Nederland moet nu degradatie zien te voorkomen. Daarvoor moet gewonnen worden van Estland op de laatste dag op zaterdag. Ja, ja, eigenlijk volgens mij een jaar of 5 geleden ook tegen hun om degradatie moeten spelen. En ja, het is vooral zaak nu om de spelers eigenlijk zo snel mogelijk het hotel in te krijgen. Even eten, een keertje voor 2 uur 's nachts naar bed te gaan. En goed uitgerust morgen weer aan de start komen.